In Diepeveen organiseert een groep 55-plussers op eigen initiatief een beurs over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Laten zien dat je dus vroeg in je leven gewoon heel eenvoudig veranderingen in je wonen kunt aanbrengen, zodat je straks niet ineens voor een heleboel kosten tegelijk staat, want je blijft veel langer thuis wonen. Dus als je er zelf nu nog alle kracht hebt en nog makkelijk kan klussen, je huis dus wat aanvult, maar oudere proef meeneemt in je gedachtenvorming, dan zie je dat je dus veel goedkoper uit bent dan later. Bovendien, het verhuizen, dat is niet meer in. Want je raakt je hele netwerk kwijt. Dus laten we hier dingen zien die dus heel handig zijn. Geen trapliften, maar gewoon blokken op je trap. Zodat je treden half is, zodat je makkelijker naar boven kan. En misschien de traplift helemaal niet nodig hebt. Al dat soort kleine dingen laten we zien. Ik woon alleen, dus dan denk je, ja, hoe moet het nou verder? Hè? Dan, als de tuin wordt wat moeilijker en zo, en dan denk je toch aan aanpassen. Nou, de kamer beneden, waar je kunt gaan slapen, nou is de trap niet meer op kan. Ja. En dus moeten we kijken hoe we daar dan de badkamer van zouden kunnen maken in de bijkeuken. We hebben boven de badkamer gerenoveerd en de drempeltjes eruit. En, nou, ik denk wel dat we zo bezig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen worden. Ik ben misschien een beetje te nuchter of niet realistisch genoeg, maar ik prakticeer daar nog voorlopig nog niet over. De mensen die hier rondlopen zijn allemaal actieve 55-plussers. Maar goed, dat ze weten, in de toekomst van dit zijn voorzieningen waar het waarschijnlijk wel naartoe zal zijn. Met een kamer erbij. Ja, dat zijn mantelzorgwoningen. We staan in een WMO-unit. Deze unit die kunnen we dus plaatsen achter een woning of naast een woning. En dat houdt in dat je dus een slaapkamer beneden hebt en een badkamer. Normaal gesproken is het zo, hè, dat als je de unit achter de woning plaatst, dan kun je over het algemeen gunningsvrij kun je te werk gaan. Ik zou het wel even melden bij omgeving. Een ziek familielid vanuit de mantelzorg verzorgen en helpen, dat klinkt allemaal geweldig. Maar als je hele gezin daardoor ontregeld wordt, dan zou dit een oplossing zijn door gewoon aan je huis of tegen je huis aan een unit te plaatsen. Zodat ieder een beetje zijn privacy houdt en dat je toch samen bent. Dus je bent apart en je bent samen. Het hele grote voordeel is dat je hem een hele korte tijd achter je woning kunt plaatsen. Je moet je voorstellen dat op het moment dat je een keuze hebt gemaakt op basis van deze unit, dan wil je hem ook het liefst zo snel mogelijk hebben staan. Nou, dat kan. We streven erna om hem in 3 dagen tijd achter de woning te plaatsen. En dat gebeurt met een kraan. Dan zetten we hem achter de woning neer. We zetten hem neer voor een bepaalde periode. Er zit geen fundament onder. We zetten hem op blokken. En dan gaat hij zijn geheel, gaat hij er weer uit. Ja, we pakken hem in zijn totaliteit, pakken ze hem weer op en ze zetten hem weer op de wagen. Het kan zo zijn dat je hem inderdaad via het WMO-loket aanvraagt bij de gemeente. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als particulier zegt, ik wil hem kopen. En dan kun je hem niet alleen kopen, je kunt hem ook huren, dat is ook een optie. En als je besluit om hem te gaan kopen, dan kun je hem ook kopen met een terugkoopregeling. Wij zijn nog zo goed dat je denkt dat het nog ver weg is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Ik kan morgen ook vallen of zo. In je jeugd denk je, nou wat wil ik worden? En nu moet je nadenken, hoe wil ik het afronden? Ja? Dus nou, dat is een beetje vooruitdenken. Dat doet niet iedereen, maar ik vind het wel prettig om dat te doen. Een beetje zelf regie houden.